shit. Vandaag is de grote dag. Catalea gaat voor de eerste keer eten. Nice, mijn camera is terecht. Nice man. Deze duik, die is zoveel deugd. Echt heerlijk. Super vet, we zijn hier op het nieuwe skatepark in Eeklo. Jullie zien het, het is ondertussen al af en iedereen kan beginnen knallen. Dus hoe vet is dit niet? Zijn jullie blij met het nieuwe skatepark? Ja! Nee? Ja, wel. Right. Wat vinden jullie van de regels dan? Packs van de BMX er niet op mogen? Dat is toch de stomste regel ooit? Er is dus een regel en blijkbaar mogen packs er niet op. Het goede nieuws is, ik rij niet met packs, maar ik rij met flex. En dat zijn natuurlijk plastieke packs, dus die mogen dan wel, hè? Toch? Ja. Die mogen wel, sowieso. Zoals veel mensen weten, maar ook veel mensen niet weten. Van binnen is dat ijzer, maar langs de buitenkant is dat plastic. En hier is het ook plastic. Dus het enige contact is plastic. En hoeveel schade kan plastic maken aan een skatepark? Weinig. Nul. Nul. 0,0. En ik denk dat iedereen dat wel weet. Dus ja, ik ga hier eventjes knallen. Is er nog een homie dat een shout-out wil doen? Of een trick wil tonen? Of wat dan ook? Ja, wacht. Ik wel. Hij gaat een trick tonen. Waar is mijn bord? En always, heb eens mijn bord alsjeblieft. En always, zoek er een trucje. Zoek er. Goedemorgen zonder zorgen. Ik heb heerlijk geslapen hier op de boerderij in de Eriba caravan. Echt wel een super nice ding. Binnenkort houden we ermee op roadtrip, maar sowieso meer info binnenkort. Want we zijn alles nog een beetje aan het testen. Met een familie op tour gaan is niet niks. Je moet echt wel ervoor zorgen dat alles comfortabel is, zeker met Catalea, en daarom testen we de caravan ook hier. De afgelopen dagen is het fantastisch weer geweest en wij hebben hier echt genoten. Shirley die is sinds gisteravond naar huis. Het ging keihard beginnen regenen en ze is nog voor de storm vertrokken. Ik zat toen in Gent, ik was toen aan het BMX'en met de homies en ik ben na de regenbui 's nachts naar hier geweest. En gelukkig heb ik niet meer in de regen gezeten. Het is wel nice zo, na al die warme dagen opeens terug een beetje regen dat gevallen is en alles is nu een beetje vochtig. De camping ziet er iets minder
romantisch uit. Hier aan dit vuur hebben we ook met dat rooster gebarbecued, alles erop en eraan. Dit zijn vuurvaste stenen. Er stonden ze van die verwarmingen in de boerderij. En binnenkort komt er hier een heel nieuw verwarmingssysteem. Ook meer info binnenkort, want we zijn er allemaal nog aan het uitpluizen. Een team is dat hier komen opmeten. En het gaat geen warmtebom worden, maar verwarming via de grond of zo. Ze gaan zo'n gat boren in de grond. Ik weet er nog niet zoveel over, maar binnenkort meer. Een specialist is komen uitzoeken wat dat het zuinigste is. En dat zou het zuinigste moeten zijn. We hebben zo hard genoten hier van het zwembad. Ik heb niet zoveel gevlogd, dus daarom dat ik nu eventjes een tour doe. Ik wou eventjes gewoon op vakantie in mijn eigen tuin. En gewoon eventjes chillen. Ik heb hier vaak in de hangmat gelegen. Ik heb superveel in het zwembad gesprongen. Elke avond kampvuur. Lekker genoten met de Eriba. Lekker dineren aan dit tafeltje. Hier staat er nog een plek. Jullie zien het. En hier stond een zetel. Maar die hebben we gisteren nog binnen gaan. Want we wisten dat het ging beginnen regenen. Dus die zetel moest sowieso binnen. Damn. Vanaf vandaag ben ik terug meer te vloggen. Ik heb veel dagen gehad dat ik niet echt iets gevlogd heb. Oeh, check dit. Deze zetel stond buiten. Dus dat was echt wel volle bak genieten. Momenteel zitten we ook eventjes vast in de bouw. Want de vloerverwarming, die komen ze pas binnen 2 maanden of zo leggen. Dus ja, dat komt hier binnenkort. De stukken van de Eriba liggen hier ook, omdat we bezig zijn met een nieuwe setup. Dus ja, ik ga straks ook eventjes tonen met wat dat we allemaal bezig zijn. Ik ga nu alles opruimen. Ik ga mijn zak maken. En ik ga ook richting knokken. Cataleya is vandaag 6 maanden geworden. Dus misschien nog een mini feestje voor haar halfjaartje. Het is geen verjaardag, maar wel een halve verjaardag. Het is niet te geloven hoe snel dat ze groot wordt. Ongelooflijk, echt. Je hoort altijd zo mensen zeggen, oh, de baby groeit snel en dit en dat. Oh, wat worden ze snel groot. Maar als je het zelf nog niet hebt meegemaakt, dan heb je er nog echt geen idee van. Het is niet te geloven. Als je haar een week niet ziet of zo, dan is ze al veranderd. Elke dag verandert ze. Ongelooflijk. Hoppakee, dus ja, eventjes die rommel opkuisen en daarna richting knokken. Joe! Ik heb alles binnengezet dat binnen moest. Ik heb een frisse duik genomen in het zwembad. Ik heb de caravan ondertussen al afgesloten. Ik moest eigenlijk nog dat dubbel bed tonen, maar dat toon ik wel de volgende keer. Want we moeten nog planken bestellen en het moet allemaal een upgrade krijgen. Ik ga nu richting de trein. Ik neem de trein richting Knokke en ik ga nog een broodje halen in het dorp. Oh, die boer is hier daarnet op zijn veld daar beginnen sproeien. En het stinkt hier zo hard, die fucking sproeistoffen. Waarom moeten de boeren sproeistoffen hebben? Oh, hoppakee. Ik snap er echt niks van. De biodiversiteit gaat er van naar de zak. Oké, je hebt een beetje meer oogst, maar fuck, die sproeistoffen. Maak gewoon biologisch heet. Lekkerder en gezonder. Let's go! Oh, kut. Shit. Och, dit is kut. Dit is kut. Ik heb een lekke band. En ik wou gewoon die airbags hier een keer checken. Ik zag dat daar van op het treinspoor. Maar holy fuck. Er ligt hier dus glas. Ja. Ik zie hier ook glas liggen. Hier nog meer. Ah, kutzooi. Helaas, pindakaas, niets aan te doen. Het is maar een platte band. Maar er is ook een gaatje in mijn buitenband. En dat is echt al kut aan glas dat ook je buitenband fokt. Hoppakee, check dit.
Dit is een airbag dat ik tegenkwam en toch een keer wou checken. Dag mevrouw. Weet jij toevallig wat dat hier ooit nog is geweest? Vroeger was dat een weverij. Een weverij? Ja. Ah, is dat lang geleden gesloten? Ja, dat is al heel lang geleden gesloten. Dat is al heel lang geleden gesloten. Oké. Hier op een smoer en dan naar de lees. Oké, nice. Alright, thanks. Damn. Kijk eens aan. Holy shit. Dit was dus een oude weverij. Waarschijnlijk was dit de living of zo. Ik weet het niet precies. Het ziet er zo sketchy uit. Zeker met dat glas hier ook. Damn. Dat is hier dus al eventjes gesloten. En vroeger waren er 3 weverijen. Toen dan alle kleren en alle textiel nog lokaal gemaakt moest worden. Ziet er hier wel dik uit. Een vijvertje. Een huisje. En sowieso, ah ja, nu wordt die fabriek voor iets anders gebruikt. Opslag van hout. Ze kappen de bomen. Ze vervoeren die naar hier en dan brokkelen ze die in brandhout. Damn. Oké, ik kwam dit echt gewoon vlug even checken. Ik heb een bruin broodje zalm in mijn rugzak. En shit! Die platte band. Die platte band is echt kut. Ik ging normaal mijn bike niet mee naar Binnenheim. Maar dan dacht ik, ja, wie weet komt er hier dan iemand en neemt hij mijn bike weg. Dus ik dacht dat het veiliger was om die bike achter het hekken te zetten. Letterlijk gewoon alleen maar deze move. En ik heb daardoor een platte band. Fucking hell. Ja, niks aan te doen. It is what it is. Ondertussen is die al helemaal lek. Yeah. Wappa. Yes, ik ga een douche nemen en ik ga lekker editen, want nog 4 video's te gaan, wens me succes, let's go, het is fucking goed weer en ja, het moet gewoon gebeuren, ik heb het veel te lang uitgesteld. Woehoe, editen! Vandaag is de grote dag. Catalea gaat voor de eerste keer eten. Ik heb haar net in de stoel gezet. En ze begon direct aan te vallen. Oei, 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 oei. Maar het is de bedoeling dat ze het in haar mond stopt. En dat gaat ze natuurlijk nog niet snappen. Want ze heeft nog nooit gegeten. Het is een speciaal bord met een zuignap. Die blijft plakken. En anders vliegt niet alleen maar de bloemkool op de grond, maar ook het bord. En dat is niet de bedoeling. Die zijn we speciaal gaan halen. Eerste keer eten! Kijk zo! Oh. Ja, ik leid daar af met die camera. Ik denk het, ja. Moeten we eerst een hapje proberen zo. Kijk, dan snap je het misschien. Kijk, zo in je mondje.
Nice, mijn camera is terug. En voor de mensen die niet weten welke camera dat ik film met de Canon 250D. Canon is wel een van de betere camera's om mee te vloggen, omdat de autofocus zo goed is. En het belangrijkste bij een vlog is natuurlijk de autofocus. Als je de beste camera ter wereld hebt, zonder een goede autofocus, dan ben je er niks mee. En met autofocus bedoel ik dit. Hoppakee, het feit dat mijn gezicht nu scherp blijft. Check dit. Hoppa. Ik kan doen wat ik wil. Dit is de snelste autofocus in de game. Yes, mijn vlog is ondertussen geëdit. Jullie zien het, dit is een TikTok dat ik ook eventjes heb geëdit. Dit is trouwens mijn camera die helemaal gesloopt is. Dit was een 77D. Die is echt helemaal kapot, heel veel gebruikt. Als je daar elke dag mee op pad gaat, dan ziet dat echt af. Damn, ik ben echt wel stoked om terug een camera in mijn handen te hebben. Ik heb de laatste tijd veel gevlogd met mijn gsm, omdat ik gewoon geen andere optie heb. Het waren geen video's of gsm video's. En uiteindelijk kon ik wel eventjes een voorlopige nieuwe camera kopen, maar we hadden zoveel kosten gehad de laatste tijd dat het eventjes niet mogelijk was. Dus ja, helaas pindakaas. Een gsm is dus nog altijd niet on point om deftige video's mee te maken. Af en toe in een b-roll, kan wel. Ik vind die gsm super goed voor b-rolls, omdat de stabilisatie echt dik is. Het heeft een wide angle, je kunt er van alles mee doen, maar het geluid en noem maar op. Een camera is gewoon nog altijd zoveel beter. Het is niet voor niks dat een camera een lens heeft met glas in en al die dingen. Mensen die veel over camera's weten, die weten dat wel. Hoppakee. Super chill. Ik ga deze setup ook nog verhogen. Dat sowieso. Ik heb hier zo een dingetje. Het moet hier ook echt een keer opgeruimd worden. Maar ja, zoals jullie mij kennen, alles is bijna altijd rommelig. En ik werk nu ook altijd rechtstaand. Veel beter van mijn rug. En het voelt echt wel nice. Nu kan ik eigenlijk meer video's editen. En met dat we nu terug een deftige setup hebben, komen misschien wel de dagelijkse vlogs terug. Hoe vet zou dit niet zijn? Yes, dit is geëdit. Ik ga... ik weet eigenlijk niet wat ik nu ga doen. Het is fucking 8 uur. Iets maar over de... Let's go. Oké, helemaal kut. Dit skateboard heeft sowieso nieuwe elementen nodig. Ik wist dat het niet zo goed werkte, want deze winter ging het ook niet. Maar check, ze zitten allemaal vast. Alles is geroest, allemaal kapot. Dus ja, koop nooit elementen in Decathlon. Dat was eventjes een cheap-ass oplossing voor in Barcelona. Maar uiteindelijk, ze hebben het een jaartje volgehouden. That's it. That's it. Maar ja... Het is en blijft echt een goed ding, dat skateboard. Ik heb het al super lang. Ik ben altijd het meest gestookt op die trucks. De plank ga ik ooit elke keer vervangen. En de wielen en elementen ook. Maar die trucks, dat zijn independent trucks. Een van de breedste modellen. En dat blijft gewoon goed. Binnen 30 jaar, zolang ik daar niet veel mee grind of zo. Maar dat eigenlijk nooit gebeurt. Dan blijft dat nog goed. Hoppakee. Oef, ik heb mijn poncho mee. Ik ga sowieso een duik nemen in de zee, daar heb ik zin in. Ik heb de hele tijd op mijn computer bezig geweest. Shirley is ook net thuis van de wandeling, maar ik wil echt nog een keer een duik nemen. Kijk eens aan, deze kelder hier, zo random. Deze bakken hier. Stond hier al vanaf dat ik hier toe kwam, dus dat is waarschijnlijk ooit achtergelaten en is van niemand. Deze twee keldertjes zijn van ons, dat is wel nog handig. We zetten er gewoon zo
Ja, een beetje random spel. Dat bier is trouwens niet van mij. Ik heb mijn skateboard hier ooit gezet. En als ik soms te lui ben om iets naar boven te dragen, dan zet ik het hier. Hoppakee. Check dit. Oh, dit is een van mijn eerste loopfietsjes. Hoe vet zag dat er toen niet uit? En die is gebroken, omdat ik natuurlijk veel te wild was. Op mijn bike. Hoppa. Oké, ik ga de wheelie bike nemen en we gaan richting het strand. Let's go. We zijn eindelijk op het strand en het voelt toch altijd goed om op het strand te zijn. Check het uitzicht. Het is een redelijk mooie zonsondergang. Vandaag hadden ze echt super slecht weer voorspeld. De afgelopen dagen waren echt wel heel warm. En ik heb er nog altijd warm van. Dus ik heb nu nood aan een super frisse duik. Joe! Kijk eens aan. De Devotion. Binnenkort komen ze terug binnen op de webshop. Ze zijn allemaal uitverkocht. Als je eentje wil, reserveer hem. Het zijn echt nice bikes. De 2021 modellen komen nog één keer. En waarschijnlijk augustus, september komen de 2022 modellen. Hoe sick is dit nu? Woe! Damn! Volle bak geneten. Ik heb mijn poncho mee. Dat is het handigste ding ooit. Want dan hoef je geen rare moves te doen als je aan het omkleden bent. Dat is gewoon zo... Ja, gewoon een hoodie. Maar dan in handdoekvorm. En onderaan is dat veel langer. Dan kan je je helemaal op het gemak omkleden. De lifehack als je gaat surfen of als je gaat bibberduiken. Ik heb laatst een nieuw woord gehoord voor winterzwemmen of gewoon in het koude water springen. Wat dan ook. Bibberduiken. Hoe vet is dit niet? Joe! En eigenlijk is dat een betere benaming, want winterduiken telt eigenlijk alleen maar in de winter. Nice. Dit deed dicht. Nice man. Deze duik deed zoveel deugd. Echt heerlijk. En besef dat deze shit illegaal is. In zo'n kutland leven we. Ik heb hier ooit een keer een boete voor gehad. Als er geen redders zijn, zou je niet in de zee mogen zwemmen. In zo'n gekke wereld leven we. Maar die regels, dus ik omarm het. En ja, het is wat het is. Fucking kutland. Deze poncho is echt een goede investering. Damn. Ik ben hier nog eventjes aan een strandcabine aan het chill. En check de zonsondergang. Dit is toch wel volle bak genieten. Dit is toch echt genieten. Damn. Heerlijk. En die wolken zijn ook echt super mooi. Check dit. Damn. Het leven kan mooi zijn. Besef, deze shit is illegaal, wat ik net heb gedaan. Een duik nemen in de zee is illegaal als er geen redders zijn. En de redders zijn er in juli en augustus van 10 tot 6 of zo. En that's it. Daar stoppen. Dus mensen dat willen winter zijn, mensen dat gezond willen worden, weet ik veel wat, die mogen niet. Maar de surfplank is wel, dat mag wel, want de surfplank is eigenlijk een soort van reddingsboei. Het is heel veilig om eigenlijk met een surfplank dieper te gaan. Het is veel gevaarlijker als je dat zonder surfplank zou doen, maar ja, het leven is soms durven en al die regeltjes. Waarom is dat nodig, vraag ik mij dan af. Mensen duiken toch in de zee. Ik heb hier al een boete voor gehad, wat ik echt insane vind, wat ik nog altijd bijna niet kan geloven, dat dat van ons is afgepakt. En dat zijn dingen die mij soms wel pijn doen, dat moet ik wel toegeven, sowieso. Ik kan daar wel mee lachen, ik kan daar wel gekke opmerkingen over maken, maar dat doet me wel pijn, dat heel veel... Vrijheid die eigenlijk niet controleerbaar zou mogen zijn, gewoon van ons wordt afgepakt. Dat vind ik echt belachelijk. Fucking hell, ik vind het belachelijk. Die corona shit ook. Ik zeg er weinig over, omdat ik er niet echt veel energie wil insteken. Maar we worden gewoon behandeld gelijk kleuters. Ik heb gehoord dat iemand om 3 uur 's nachts aan het wandelen was op de Lippenslaan. Die was de enige op de Lippenslaan, dat is de winkelstraat van Knokke, 1 kilometer lang. En inderdaad, je moet daar een mondmasker dragen.
En de politie is gewoon gestopt. En ze hebben hem een dikke boete gegeven. Dus ja, moet je keer nagaan dat we gelijk kleuters worden behandeld. Die guy had een werkshift achter de rug van 10 uur. Die had 10 uur zijn mondmasker opgenomen. Die ging met zijn hond gaan wandelen naar zijn werkshift. Klaar. Weet je wel? Sommige mensen die komen 's nachts thuis van hun werk en die eten en gaan dan gewoon een wandelingetje gaan maken. En ja, gek. Aan de ene kant kon die ook gewoon naar een andere spot gaan. Maar ja, it is what it is. Ik vind het te gek voor woorden dat ze niet gewoon zeggen van gebruik je gezond verstand en that's it. Gewoon gezond verstand gebruiken, maar dat werkt niet meer bij de meesten. Hoppa, nog eventjes genieten. De windmolens zijn daar aan het draaien, maar als je goed kijkt hier, hier in de verte is ook een heel windmolenpark. En dat staat kilometers in zee, dat zijn allemaal windmolens, allemaal groene stroom. En dat zijn ook weer mooiere dingen van het leven. Ik hoop dat we echt ooit nog het mogen meemaken. Ik hoop dat we ooit nog elektriciteit kunnen opwekken zonder afval achter te laten. Dat zou echt iets heel moois zijn. Dus laten we hopen dat we dat ooit nog meemaken. Dan kan alles gewoon lekker op elektriciteit. Zonder bullshit. En dat plastic ook gewoon weggaat. Plastic is er nog maar 40 jaar en de zee ligt vol. De zee ligt echt gewoon vol. Corona is er ook niet beter bij geweest. Want overal in de wereld hebben ze opeens plexischermen geïnstalleerd. Noem maar op. En dat gaat na verloop van tijd ook terug weggesmeten worden. Dus dat is echt fucking rotzooi. Joe, oké. Ik ga naar huis. Ik ben lekker droog. Ik ga nog een douche nemen en dan lekker genieten in de zetel met Shirley en Catalea. Woe! Ik heb hier ondertussen een late night snack. Jullie zien het. Oké, deze mayonaise is de shit. Dat is echt een game changer. Die is niet zo vol met suiker en met ongezonde shit erbij ofzo. Die is echt nog uit. Dus als je mayonaise wil eten, ga voor deze. Het is lekker. Het is niet goedkoop, maar wel minder ongezond. Hoppakee, een eitje en bruin brood. Oef, we zijn nog altijd aan het editen. Hoppa, ik heb hier vandaag al 3 video's geëdit. En als ik nu nog een uurtje werk, is de 4e video geëdit en zitten we terug op schema. Het lijkt alsof ik verbrand ben, maar ik ben niet verbrand. Het is gewoon de kleur van die muur. Shirley en Catalea die liggen al lang te slapen. En ik ga hier ook gewoon de video afsluiten. Bedankt voor het kijken. Like de video. Deel de video met al je vrienden. En ik zie jullie morgen terug bij een nieuwe vlog. Peace out. Ciao, ciao. Yo. Yo.